de startplank. En bovenin Michael van Mol, Erik Vlaardingenbroek, Roger van der Raad, Danny Haan, Tom van Dinter, Alexander Vianke, Richard van Zomeren en lokaal favoriet Bob van Westerop. Zijn we vertrokken op de koersdag in 40-44 aan de koers staat even van Zomeren. Van Zomeren inderdaad aan de leiding. Hij pakt hier op de eerste plaats voorlopig. En wie zit er dan op 2? Volgens mij is dat Don van Dinter. Van Dinter op 2. En dan is het van Westerop de thuisrijder natuurlijk uit Hello op plaats nummer 3. En dan is het Vianke op plaats nummer 4. Maar aan de leiding is het Richard van Zomeren. Voor we angstig als je bedenkt dat dit gewoon 40 plusmannen zijn. Hoe ze hier over die baan kanoneren. Het zit van Zomeren hier van voren. Aan de buitenkant gaan we kijken. Want de mannetje komt toch dichterbij. Even kijken. En door die bocht heen rijden. En aardig wat lastig om het van Dinter. Maar hij zit hem op het vinkertaal. Bob van Westerop weet dat hij de beste is daarachter op een derde plaats.